uitstoot van. Dit zou ideaal zijn. Nu zit hij zelfs direct naar de plan. Hoe kan je nog maar te bewegen, pop, en loopt hij er op in. Dit is nou juist extra gemakkelijk. Maar laten we er even niet van uitgaan. Dus hij stoot. 1. Nou, dit is zelf een beetje gaat plakken. Dus vaak een beetje omheen gaat zitten. Heup weer draaien. Het is een korte draai, je moet hem dicht bij je houden als hij stoot. 1, 2, en heel veel afstand, dan gaat dat niet lukken. Dus 1, 2, korte draai, vang hem op, hier. En dan, wat Wim ook zegt, arm een beetje naar. Kijk, die arm naar achteren staat, dat zei ik net al, heeft hij te weinig kracht. Dat is ook zo'n uit evenwichtpunt. Je met die arm, duw die van jou, hij stoot. 1, ik kan ook naar achteren. En hij gaat ook naar achteren. Als je heel lief bent, dan vang je mij gewoon op. 1, kijk, en dan loop ik nu tegenaan. Dan kun je ook zeggen: op het moment dat hij naar toe komt, stap ik door. En wat we net al zagen, je kan het ook nog gebruiken om 1 of ondertussen, dus in die lijn, te gaan lopen slaan. Maar doe dat maar niet. Ja, dus hij stoot weer. 1, zelfs blok. Hier is het ook weer plakken. En meenemen. Nu gooi je je arm eronder door en draai je weg. En erop in. Hij kan steeds een val breken, hè, Stefan. Kom je nog één keer? Ja, doe maar niet wel. Ik doe nog steeds. Dus 1, hij stoot. Boom. Opvangen. En eroverheen. Bam. Eronder door. Op. En dan maak je de schouder op.